Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Raps of the Week. We hebben een exciting week voor de boeg, want we gaan eerst de verbrande CD ontwrappen. Dan gaan we deze Tesla Model 3, trouwens de tweede die we met de Yoke binnenkrijgen. De Tesla Model 3 volledig wrappen naar Satin Psychedelic, zeer speciaal metaliek. De eerste stukken blauw kleven er al op, dus deze Ferrari F12 gaat volledig naar Satin Metallic blauw. Op de Hyundai Tucson komt er een speciale custom print en we doen ook een volledige lakbescherming op de Tesla Model Y in een extra dikke X-pel folie. Daarnaast gaat onze legendarische Rapvalanche zijn BC Signature jas kwijtspelen, want die wordt volledig gerapt naar satijn rood, want dat is verkocht, dat verlaat onze vloot. En op het einde van de week hebben we de allereerste Curbstone Track and Test Day op Spa-Francorchamps. Hoe dat allemaal verloopt, check out de Raps of the Week. Wist je dat we ondertussen alle voordelen van een lakbescherming en een kleurverandering kunnen combineren? Wel, dat kan vanaf nu met een gekleurde wrap van GS Wave. We hebben een keuze van 25 kleuren, zowel in het glanzend als in het mat, met zelfheling, met meer dan 10 jaar garantie, die dan toch de volledige look van je auto transformeren. Heb je graag meer info? Contacteer ons.
Try again. Ook wel best graaf, hè, in die kleur met die wielen eronder. Ik heb al spijt dat ik hem wegdoen. Onze Rap Valanche is bijna terug in originele kleur en uiteraard ook bijna terug op originele veren. Zoals je kunt zien, 500 full color print wrap gehad en zelfs geen spiksje lijm over op het koetswerk. Dus onze Avery prints zijn bij deze super vlot verwijderbaar. Deze Hyundai Tucson is voorzien van een volledig X-Pel Ultimate pak en dan de prachtige bestikkering op de zijkant, helemaal ontworpen. En dan hebben we een volledige lakbescherming op deze Tesla Model Y. En dat is niet zomaar onze standaard X-Pel, maar is een X-Pel Ultimate 10 mm. Dus die is nog dikker, de gewone is 7 mm, deze is 10 mm. Dus nog een derde dikker dan anders voor een extra goede bescherming. En dat de klant het een en ander van plan is met deze auto, is duidelijk aan de rally flaps die erop staan. Dus in elk geval zal hem als nieuw blijven. Daarnaast zijn we ook al ver gevorderd op de Tesla Model 3 in de satin psychedelic met de zeer bizarre metallic. Psychedelic metallic erin zitten en hebben we uiteraard al heel wat delen in het satijnblauw gerapt op de Ferrari F12. We zijn hier vandaag op de eerste Curbstone Track en Test Day van 2022. Stralende zon op Spa-Francorchamps en uiteraard een hele hoop bekende en minder bekende, ons minder bekende supercars. Ik denk dat momenteel de Sport GT sportsessie aan het rijden is, dus de meeste GT-wagens zijn buitengenomen. Zijn ook hele hoop race teams, zorgt ook voor een fantastische sound vandaag en een prachtige sfeer. En onze Garfield gaat nu net het circuit oprijden. Maar we gaan ook een beetje verder kijken in de pitboxen. Moesten nog niet genoeg nieuwe Porsche 992 Cubes gezien hebben, dan moeten we nog hier komen, want dan zit het in eens buigen zien. Want hier stonden er zes naast elkaar en nog een hoop erachter. Super graaf race team. Mega dikke livery op de Bullet Aston. Graven diffuser ook wel, absoluut. Carbon ligt hier zomaar voor het rapen op de circuitwagens. Nog twee graven. Cubes. Wraps genoeg hier op Francorchamps momenteel. Dan ene die ik persoonlijk heel mooi vind. Deze paarse cube. En dan een oldie met een very goodie. De Ford GT40, de originele klassiek, geen nieuwe. Zie hoe graaf machine dat is. Zelfs een klassiek racing suit aanwezig. Zie hoe vet dat is. Dan hebben we nog een paar Porsche Cubes. Race Hyundai Racing Team en dan een super vette AMG. Black Series koersding, vermoed ik. Om dan te finishen met nog een pitbox met 5 cubes. Dus ik denk dat hier gemakkelijk 20, 25 nieuwe cube Porsches aanwezig zijn. Een fantastische sound. Prachtig. We'll be right back.
eerste track in Thisday wil natuurlijk ook zeggen de eerste vuile, vuile circuitwagens. De prachtige nieuwe Porsche GT3 en Cayman GT4 staan hier klaar. En we gaan er nog een hele hoop andere moeten doen, zodat de deelnemers van vandaag ook met een propere auto kunnen naar huis trekken. Deze komt trouwens zeer binnenkort in mei binnen voor een volledige X-Spel stelt in satijnen lakbescherming, zodat hem de volgende trackdays beter kan overleven, want oh ja, zonder lakbescherming gebeurt dit. We staan hier bij de afgewerkte Tesla Model 3 in het Satin Flip Psychedelic. Afhankelijk van waar je staat, verandert deze kleur ook naar een rainbow effect. Dus afhankelijk van waar je staat, zal deze kleur ook veranderen. Wij zijn alvast enorm fan van het resultaat. Hopelijk jullie ook. En bekijk zeker nog de afgewerkte beelden. De Tesla Model 3 staat klaar voor aflevering en daarmee sluiten we ook deze Wraps of the Week af. Volgende week gaan we deze Taycan Cross Turismo wrappen in het PWF Mat Smaragd. En dat gaat echt een supergoed resultaat geven met de velgen die dat eronder staan. Verder werken we ook de Ferrari F12 af en gaat deze volledig in het blauwe jasje komen. En ook staat de Model Y al klaar voor in het Midnight Green van Innozetech te komen. Ook geven deze Porsche Targa 4 GTS een steltbehandeling en voorzien we een BMW 4 Competition ook nog met een platinum pack. Like, subscribe en tot wrap!